Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Video Corner podcast. Hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What does Marcel van Spallers look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Yes, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van De Video Corner. Mijn naam is Orhun. Mijn naam is Mirza. En ik ben Hakan. En vandaag zijn we weer bij elkaar gekomen om 2 films en 1 serie te bespreken. We hebben vandaag meegenomen, zoals afgesproken, De Vuurlinie. Die gaat Mirza behandelen. De Continental, daarvoor ben ik in dienst. En Hakan bespreekt met jullie Haunting in... Zeg ik nou Haunting? A Haunting in Venice. Dat was hem, dat was hem, dat was hem. Maar voordat we verder gaan, jongens. De vraag is... Wat is de vraag? En ik verwacht een ander antwoord dan normaal. Want ik weet wat er is gebeurd. Wat jullie hebben gedaan dit weekend. Dus hoe gaat het met jullie, jongens? Ik ben kapot. Ik ben helemaal naar de uien. Helemaal naar de gatver. Ja, joh. Nou, we hadden een vrijgezellig feestje. Liep iets uit de hand. Ja, liep iets uit de hand. Ja, laten we de details besparen. Vrij weinig geslapen. Ja. Dat is het belangrijkste detail. Het mooie is, jullie zijn net 2 uurtjes terug. En dan zitten jullie hier. Maar hoe hebben jullie dat gedaan met de films? Zijn jullie een beetje doorheen gekomen? Want we hebben wel de Vuurlinie en Continental. Of nee, sorry, de Vuurlinie en Haunting en Venice hebben samen in de bus gekeken. Hebben jullie Continental in het busje gekeken? Of, Continental, ik was het in de auto aan het kijken inderdaad. Ja. Alleen weinig slaap en... Spanningsboog was nog meer factoren komen erbij in spelen. Werd ik een beetje wagenziek toen ik naar de telefoon keek. Ja, het punt was dat de Continental kwam net ervoor voordat we gingen. Ja. Dus je had ook niet zo, als je nou een week van tevoren kwam, dan weet je... Daarom dat ik ook vraag, van, hebben jullie het onderweg... Ik heb het vlak voor het slapen gaan even... Ja, proberen te kijken. Jij was nog in dat griezelhuis, 's nachts om 3 uur was je nog serie aan het kijken. Maar hoe gaat het met jou dan, Orhun? Ja, wat kan ik zeggen? Als het slecht gaan, kan het goed gaan. Ja, gaat zijn gangetje. Ik vermaak me wel. Ik vind het allemaal prima. Ik heb de Continental gekeken. Ik heb hem wel helemaal gekeken. Maar ja, daar kom ik zo op terug. Ja, precies. Nee, maar ja. Ik heb nog wel wat anders gekeken. Ik heb gekeken naar El Conde. Wat? Conde? El Conde. Ja, dat is een beetje een vreemd verhaal. Klinkt Spaans eigenlijk. Of is het Mexicaans? Het is Chileens. Ah, Chileens. Oké. En regisseur, die heb ik er wel even opgeschreven. Pablo Larraín. En dat is een Chileense regisseur. En El Conde is eigenlijk... gaat over Pinochet. Die heb ik ook even opgeschreven. Dat is de oud-dictator van Chile. En die heeft daar jarenlang geregeerd. En nu is er dus een film over uitgekomen. Alleen het is niet per se een geschiedenis of een biopic of wat dan ook. Het is gewoon zijn eigen twist heeft hij aangegeven. Pinochet is nu een vampier. Wat? Ja. Okay. Dus in die film is het een beetje van... Je krijgt de eerste 10 minuten voice-overs. En een beetje het verhaal van hem. Weet je wel, hoe leidde dit en dat. En uiteindelijk fake hij zijn dood. En natuurlijk... Hij kan zo lang leven als hij wilt. Als hij maar goed blijft tappen. Maar dan fake hij zijn dood. Omdat iedereen een boef noemt. Crimineel noemt. Enzovoort. Ja. En dan... boef ben je, hè? Maar wat een onderwerp, hè? Hoe kom je daarop? Hoe is dat verzonnen überhaupt? Ja, dat weet ik niet. Maar ik vond hem ook best wel leuk om te kijken. Oh. Het was gewoon... ik maak sowieso dingen voor Dracula en Dracula-films en zo. Dat is net als Batman. Dat is gewoon een fucking oud iets dat gewoon keer op keer terugkomt. Ja, maar dan gewoon een andere verhaal. En Dracula is eigenlijk gewoon bij 100 jaar geleden begonnen. Hè? Met Nosferatu in 1922 uitgekomen. Dat was de eerste Dracula-film gebaseerd op een boek. En recent hebben we nog Renfield gehad van Nicolas Cage. En dan nu hebben we weer een nieuwe Dracula-film. X, oud-dictator geschiedenis / biopic film. Dus het is een beetje een geschiedenis-thriller... Was echt leuk om te kijken. Zeker een aanrader. Ga hem checken. Staat op Netflix. Flink uit de hand gelopen tijdens het schrijven volgens mij. Nou, dat weet ik niet. Maar het is ook heel erg... Ik ga er een Dracula van maken. Nee, maar het is ook een beetje artistiek, hè? Dat is ja, zo, okay, dat een beetje wide angles, waar je de landscape gewoon mooi te pakken krijgt. En zwart-wit gemaakt. Je ziet... ja, dat geeft een beetje een nostalgisch oud gevoel, geeft het. Nou, ja, mooie beauty shots dat hij over New York heen vliegt en zo. Ja, was het New York? Volgens mij ergens in de straat of zo vliegt hij gewoon overheen. Ja, dus het ziet er gewoon allemaal heel mooi uit. Een beetje artistieke randje heeft hij. Yeah. Zeker een aanrader om te kijken. Okay. Mocht je een beetje geïnteresseerd zijn in biopics. Yes. Met een beetje fantasie. En nogmaals, waar stond hij ook zo op? Op Netflix. Netflix. Oké, kijk. Ja. Jongens, als jullie niks hebben qua kijktip... Nee, ik heb Harry Potter 1 tot en met 8, let's go. Yeah. Harry Potter is altijd goed. Laten we beginnen. De Vuurlinie, de eerste film die we gaan bespreken. Let's go. Ja jongens, we zijn samen naar De Vuurlinie geweest. Yes. Ja. Eindelijk een Nederlandse film weer. Ja man, klopt. Ja, we hadden de vorige aflevering gingen we een beetje speculeren of het top of flop zou zijn. Hakan, in één woord. Wat vond je van de film? Realistisch. Realistisch? Ja. Oké. Orhun? I'm working on my English. I'm gonna say decent. Decent? Decent, oké. Nee, ja, ik had decent opgeschreven. Ja, ja. Het is, maar Hakan, jij zei, je had voorspeld dat het top zou zijn. Ja. Is het ook een beetje uitgekomen dan? Jawel, man. Ik vond het wel een goede film. Oké. Ik vond het echt mooi, ja. Jij zei ook dingen, hè? Jij had, even kijken, je hoopt top, maar je denkt flop. Nou, ik hoop top. Ja, is het een beetje, je bent te vertrouwen verloren in Nederlandse film? Dat is het. Ik weet niet, tuurlijk, we moeten wel realistisch blijven. Het is niet het niveau van Hollywood, weet je? Nee, klopt. Dus ik hoop wel, maar ik hoop wel stiekem dat het zeg maar weer richting die kant op zou kunnen gaan. Ja, weet je, dat ze daarmee kunnen gaan. Maar het was, naar mijn mening was het niet echt top. Ik vond het niet echt top. Orhun, kan jij nog wat zeggen? Waarom vond je het decent? Ik had flop. En ik denk dat het ook een beetje een flop is. Ondanks dat het Nederlandse dingen is. In Nederlandse dingen, films, ben ik een beetje sowieso vertrouwen in kwijt. Ja. Maar ik had opgeschreven... het is een biopic. Dus het Nederlandse publiek zou er wel van genieten. Dus een oorlogfilm, oorlogsscènes. Yeah. En heel veel deep state shit. Weet je wel, de justitie tegen dingen met neppe rapporten, bla bla bla. Dus ik denk dat het wel dingen is, dat het wel genieten is. Alleen, ik voelde me niet zo getrokken naar de film toe. Ja, ik snap het. Ik keek mee vanaf de zijlijn of zoiets. Ja. Ik leefde niet mee of zo met alle gebeurtenissen. Ja. En daarnaast ook heel veel gebeurtenissen. Moest dat er per se in? Weet je, je hebt een film gemaakt van 2 uurtjes. En dan sommige dingen die kon je er wel uitlaten. Ja. Dan heb ik het over de verkrachtingsscène van Marco Kroon. En dat hij een fetish had voor vastbinden enzovoort. Ja. Tenzij Marco Kroon zelf zegt van... Yes, ik wilde het erin. Ja. Dan denk ik van, oké, prima. Maar het heeft geen toegevoegde waarde of zo voor de rest van het verhaal. Want je ziet het opeens gebeuren en dan verbrandt hij een boek. En dan... Het is ook niet dat dat per se zijn karakter heeft gevormd. Of althans, probeerde de regisseur dat duidelijk te maken. Van door dit is zijn karakter zo geworden. Ja. Maar dat is ook niet echt duidelijk. Of dat per se daardoor komt. Ja, en uiteindelijk ook in de rechtbank. Wanneer hij zegt van wat zeg je hier? Ja, seksspeeltjes. Oké, maar daar hoef je niet de hele achterliggende verhaal voor te vertellen. Ja. Nee. Nee, maar even voor de kijkers en voor de luisteraars. Waar gaat eigenlijk de film over? Het gaat over Marco Kroon, die commandant was... en in 2009 de militaire Willemsorde heeft gekregen. Ja. Daar begint het mee. En later is hij in opspraak gekomen voor vermeende wapen- en drugshandel. En het gaat eigenlijk daarna over het proces en de nasleep daarover. Inderdaad. Maar wat er ook in het begin van de film is gebeurd... wat er stond, is dat fictie en feiten worden vermengd. Ja. Ik heb een paar recensies over gelezen. En heel vaak komt de kritiek erop terug dat er 2 verhaallijnen zijn. En dat het onduidelijk is wat voor onderwerp het is. Want je hebt 1 verhaallijn over dat het in Afghanistan zich afspeelt, zeg maar de missies. Ja, klopt. En 1 het proces en de nasleep. En dat heel vaak wat er in Afghanistan is gebeurd, dat het eigenlijk niet echt heel erg nodig was. Het heeft zich niet echt de toegevoegde waarde. Nee, dat vond ik wel minder inderdaad. Want ik onderbreek je nu. Nee, vraag toch eerst. Want je ziet een bepaalde scène. Dan gebeurt er wat bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat, dan zitten ze in de kroeg. En dan praat hij met iemand. En dan krijgt hij in één keer een soort van een flashback. Wat totaal niks met die scène te maken heeft. Ja. Dat vond ik wel minder. Ja, dat is... Ja. Ik denk niet, man, dat is toch... Ja, misschien of je moest choppen in de tijdlijn van het verhaal... dat je als het ware gewoon in de oog van het publiek... Marco Kroon neerzet als held. En dan later, hè, als je toch verhalen gaat verdraaien... dat je dan gewoon zijn hele status wat hij heeft gecreëerd bij de kijker... in één keer afbreekt met dat hij in drugs is betrokken. Ja. En dat je, of je voelt hem dan fucking slecht voor hem... of je denkt, ja, lekker voor je. Weet je, gewoon dat. Ja, inderdaad. En nu was het inderdaad, ja, sommige dingen... ja, die oorlog zijn, dat heeft helemaal geen nut. Nee. Heeft helemaal niks toegevoegd of zo aan het verhaal. Het ging uiteindelijk over dat die deep state shit... dat die vals werd beschuldigd. Ja. En dan de oplossing daarop. Ja, klopt. Maar... wat ik denk waarom die hele verhaallijn is gekomen van Afghanistan. Het is gemaakt door Roel Reiné. Ja. En hij is een hele grote actionliefhebber. Hij heeft zelfs in het verleden... Ik heb ze gezien, ja. Hij heeft Michiel de Ruiter heeft hij gemaakt. Beetje, maar hij heeft ook heel veel Mad Max-type films op zijn dingen. Race en zo. Ja, hij heeft zelfs 2 afleveringen van Halo gemaakt. Ja, ik zag het. Ja. En hij heeft in het verleden ook nog Actionflix gehad. Actionflix.com, dat is een streamingdienst over puur actionfilms. Helaas is dat een jaar later weer failliet gegegaan. Want het was maar $2 per maand, dus het was niet echt winstgevend. Nee, maar niet geschoten is altijd mis. Je kan het proberen. Ja. Nee, maar ik had wat ik nog meer had over de film. Ik vond sommige dialogen of zoiets hoe zeg je dat? Niet natuurlijk. Niet natuurlijk. Had ik eigenlijk. Ja, dat had ik ook. Ja. En sommige dingen bijvoorbeeld zijn too obvious. Dat hij dan bijvoorbeeld kijkt naar de... hoe noem je dat? De justitie die daar zit. En dan zo heel obvious bij zo'n knikje, weet je wel. Ja. Er hangt nog net geen bord bij van... kijk hier nu, let hier nu goed op, weet je. Zie je het knikje? Dat nog net niet, maar ja. Ik heb nog een paar dingetjes. Ja. Oké, ten eerste, waarom was hij niet kaal? Klopt, want Marco Kroon is eigenlijk kaal. Klopt, ja, ik zag dat vroeg ons ook af. Ja, maar in de film, ik twijfelde echt van... Ik dacht, maar dat is echt een minimale ding wat je kan doen, toch? Ja, als je als acteur gewoon... Hij had geen baard, maar dat zit je. Ja, gewoon een goatee had hij. Maar dat is echt toch het minimale wat je kan doen voor zo'n film. Dat je gewoon zijn kop kaal scheert. Ja. Daar hoef je niet zo'n hele budget voor open te trekken, volgens mij. Gewoon €50 tondeuze, een scheermesje en dan ben je er al. Dus nee, maar ik zat daar echt te twijfelen. Had hij haar of had hij geen haar? En toen was ik gaan zoeken en dan vond ik een foto van Marco Kroon met zijn goatee. En toen dacht ik bij mezelf, what the fuck, deze gast lijkt op iemand, jongen. En toen heb ik echt de ideale acteur gevonden. Ben Kingsley. Nou ja, ik edit hem erin, dan zie je hem ook. Maar vooral Ben Kingsley in Shutter Island. Ik heb hier de illustratie voor jullie, jongens. Dit zou de ideale Marco Kroon zijn geweest. Vind maar even een Engelse acteur. Nee, dus waarschijnlijk is een budget ook gewoon veel hoger. Nee, maar hoeveel hij erop lijkt, dat zou echt ideaal geweest zijn. Ja, dat wel. Nee, we hebben het net over het verhaal gehad en je gaf ook over de acteur. Maar wat vonden jullie van de camera en lichtwerk? Lichtwerk echt. Ik begreep er helemaal niks van. Echt. Nee. Ik heb hier tijdens de film zei ik ook al tegen mensen. What the fuck is dit? Ja. Sommige scènes, dat sloeg inderdaad nergens. Nee, maar kijk, hij heeft... De hele tijd heeft hij van die grote spots... Oké, je creëert een schaduweffect, is mooi. Ja. Voor euforisch iets of een dromerig... of een bepaalde atmosfeer wil je creëren. Of noem het maar op. Maar dit was van... We zitten in oorlog, ze zitten ergens in huis... en staan weer zo dikke lampen erop. Hij heeft thuis seks met zijn vrouw... staan weer dikke lampen erop. Hij heeft een gesprek met zijn dingen... staan weer dikke lampen erop. Ja. Het is nacht en dan staan er weer dikke lampen erop. Weet je wel? Dat is, overal heeft hij gewoon echt van die grote lightboxen... heeft hij gewoon door de ruimte heen lopen schijnen. Ja. Waardoor ik op een gegeven moment de draad kwijt was. Want zoals ik zeg, je kan het gebruiken... maar dan gewoon voor een flashback, een euforisch gevoel... of een dromerig gevoel, of iets wil je uitlichten. Jij wil wat zeggen. Je zit heel tijd met je pen te tikken. En met dat licht, er was één scène die vond ik wel echt vet met dat licht... Dat hij in de gevangenis, dat je zo de rechterkant ziet. En links was gewoon compleet zwart. Ja, maar dat zag er wel vet uit. Dan creëer je zo'n look van... een sinister look. Ja, weet inderdaad. Wel? Dat zo van, ik zit vast. Ja, maar dat is wat ik bedoel. Je kon het daar gewoon wel mooi gebruiken. Maar hij gebruikte het overal. Ja, maar de hele film werd gewoon... Wat ik wel echt gewoon... ik zei net een beetje realistisch. En dat is ook bijvoorbeeld... de meeste oorlogfilms die je nu kijkt... dan schieten ze bijvoorbeeld 100 kogels op die man... Maar ook al staat hij in het open, hij wordt gewoon niet geraakt. Ja, weet je? Ja, maar jij hebt nooit COD gespeeld, man. Enemy Airstrike, jongen. Je weet. Ik heb nooit COD gespeeld? Nee, ik ben ook aan het hoeren. Nee, maar ik bedoel... de gevechtsscènes en zo. Dat, maar ook dat het ook de slechte kant op gaat. Dat hij wordt ontvoerd en dat hij dan weer terugkomt. En dat hij dan toch weer denkt van, oh, ik moet hem terugpakken. Ja. En kijk, in dat beeld vind ik het realistisch gemaakt. Maar wat jullie zeggen, dat klopt ook wel. Er ontbreekt gewoon heel veel dingen in de film. Dingen dat heel duidelijk zijn, weet je wel. Wat Orhun al zei met die... bij de justitie. Ja, ja, en er wordt gesproken over misschien wel best een Nederlandse film. Sommigen zeggen dat hier en daar. Maar als we dat gaan zeggen, jongens, dan hebben we de lat wel echt heel laag gelegd. Ja, ja, daarom. Ja, heel laag. Dan gaan we echt de verkeerde kant op. Ja, ja. En nog iets. Pierre Bokma en Kees Hul speelden er ook in. Die gasten kun je niet mee inzetten. Want die gasten zijn voor mij voor altijd verpest. Hoor. Die? Van Anvoldoende. En de directeur van Rundfunk. Dus die gasten kun je niet meer gebruiken. Die hebben hun kansen verspeeld. Die hebben hun acteurcarrière opgegeven op het moment dat ze ja zeiden tegen Rundfunk. Want het moment dat je die gast inzet, dan denk ik gelijk aan Anvoldoende. Dat is die Duitse docent van Rundfunk. Maar ik bedoel, hij speelde die kolonel. Nee, wat was het? Nee, die dingen toch. Die generaal. Generaal, hij was de hoofdgeneraal. Die hem hielp. Ja, maar dan komt hij in één keer heel serieus. Ja. Het enige wat je in je hoofd hoort, onvoldoende. Ja. Jij moet piepje laten... Marco. Jij moet piepje laten zien. Ja, Marco kun je ook niet meer gebruiken in Nederland. Hè? Marco, prima. Nu het over piepje mag hebben. Wat? Laat hem zien. Laat hem zien. Mirza, nee, jij moet piepje laten zien. Ik vind ook dat Marco Kroon... Ja, dat verhaal, zeg maar... Dat ze hem ook niet... volledig hebben laten zien, want... En dat hij ook best zo'n boefje is, hoor. Ja. Want in 2009 is hij ook aangeklaagd voor misdraging tijdens carnaval. Heeft hij een politieagent geslagen. Heeft hij een kopstoot gegeven en het laten zien van, van zijn geslachtsdeel... heeft hij 100 uur taakstraf gekregen. En hij had nog iets, toch? Marco. Ja, volgens mij ook nog een gevecht ergens. Nee, iets met wildplassen op een politiebus of zo. Juist, klopt. Zoiets, ja. Lekker bezig. Een boefje. Echt een boefie. Ik had ook het idee dat hij veel te goed uit deze film is gekomen. Op een of andere manier. En dat het Openbaar Ministerie gewoon de grote slechterik is of zo. Ja, de villain. Want... Ja, ik weet ook eigenlijk niet of Marco Kroon iets van aandelen hieraan heeft. Ja. Misschien heeft hij gezegd van... ja, dit... Nee, maar het ging naar dat proces toe. En het was zomaar van... We hebben iemand uit Straatsburg en hij heeft het onderzocht. En we hebben die eindconclusie. Gewoon zomaar in één keer. Hoe de fuck is dit guy? Gewoon even, precies. Alsof hij van straat werd geplukt en wil je dit even zeggen of zo. Ja, dat vind ik een beetje jammer. Ja. Maar jongens... Zullen we een aanbreien? Ja. Jongens, is de film waard om te kijken? Ja, gaan we gewoon kijken. Ja, jawel, man. Okay. Ik vind wel laten we vooral geld pompen in Nederlandse bioscopen. En misschien komen we er beter uit. Misschien komen we er beter uit. Ja, klopt. En een klein conclusietje en een cijfertje. Hakan. Conclusie, ik vind de film vond ik wel leuk. Mm-hmm. Maar ja, zoals jullie al zeggen, sommige dingen die kloppen niet helemaal. Nou, ik heb meer genoten van de actie, van het verhaal. En ik vind het wel een 3'tje waard. Een 3'tje? Een 3'tje. Ik heb er 2,5. En dat heeft te maken met dat het gewoon een goed verhaal is. En dat de uitwerking misschien wat minder is. Er had veel meer ingezeten. Als je... Ja... Misschien steekt het ook heel veel. Ja, het is natuurlijk ook een visie wat een regisseur draagt. Maar ik denk echt dat er gewoon veel meer in zat. En dat het niet maximaal is gebruikt. Ja. Nee, mijn conclusie is dat... ik denk ook niet dat deze... Ja, hoe moet ik het zeggen? Deze regisseur, dat hij misschien voor deze film gemaakt was. Of gewoon, hij houdt te veel van action. En hij moest er maar action in doen. En ik vond, er komt een nieuwe Mad Max aan. Dus, en de film, moet je solliciteren. Ja, en de film trok me ook niet echt aan, zoals je zelf zei. Je staat een beetje aan de zijlijn. Ja. Ik geef het ook een 2,5. 2,5, 2,5, 3. 2,5. Zullen we voor 2,5 gaan? Ja, laten we maar gewoon 3 maken. Ja? Ja, oké. Ja, we maken er 3 van. Plus 0,5. Wij geven de vuurlinie 3 sterren. Yes, jongens, de Continental. Of beter gezegd, hij heet The Continental from the world of John Wick. Jongens, in één woord. The Continental. Mirza, jij begon met flop. En, heb ik flop gezegd? Je hebt flop gezegd, man. Nee, ik durf niet. Nee, maar ik kan me ook nog herinneren waarom je dat zei. Het is een uitgemolken concept, zei je. Dus ik denk dat het een flop gaat zijn. Oh, wat ga ik nu diep doorstoffen, hè? Wat ga ik... Oh. Nee, weet ik niet. Ah, vet. Ja. Vet? Gaaf? Oké. Ja. Dan hou ik je daar even pauze. Hakan, jij hebt gezegd flop. Eén woord. Wat vind je er nu van? Ah, spijt? Dat is jouw woord. Ja, ik vind hem ook wel goed, man. Ik heb de eerste 20 minuten gekeken. Ja, ja, ja. Maar dan heb je niet, heel veel gekeken. Want zo'n aflevering duurt 1,5 uur. Ja, hè? Klopt. Ik zei heel tegen mij, dus ik zeg, jezus, dat lijkt wel een film, man. Ja, ja, ja. Maar het zijn maar 3 episodes, hè? 3 of 5? Nee, er zijn totaal volgens mij 3 episodes. Oh, wacht, nee, dat zijn wat anders. Er zijn 5 verhalen door elkaar of zo, in één keer, zei je. Nee, dat was mijn gevoel. Jullie hebben de film al besproken. Nee, wij zaten een beetje in de auto. We hebben deze podcast al gehad. Ah, oké. Nee. Maar één woord? Nee, ik vind hem goed. Goed? Oké. Goed. Nou, nu komt mijn... Ik zei top. Mm. Ik zei van lekker veel actie, bla bla. Mm. Maar ik heb één woord voor jullie, jongens. Slaapwekkend. Echt? Ja. En dan gaan jullie afvragen waarom. Ja. Ik had opgeschreven, dit was voor mij heel lastig doorheen komen. Ik was blij dat het was afgelopen. Maar het duurde 1,5 uur. Ja, ook blij dat het met het feit dat het maar 1 aflevering is. Dat we nu moesten kijken. Ik denk, als ik die andere 2 nog had moeten kijken... dat het echt een zure week voor mij gaat zijn. Ja. Ben je 4,5 uur verder? Ben je 4,5 uur verder, ja. Ja, dat is ook zo. Weet je wat ik hierbij het al had? Het is de Continental en that's it. Het heeft voor de rest helemaal niks met John Wick te maken. Maar het is wel... fijn om alvast een +1 te krijgen als je de titel John Wick erin verwerkt. Ja, ja, okay. Maar je had hier gewoon alles. Je had gewoon Continental had je gewoon een frikandellentent kunnen noemen. En je zei van ja, hier worden geen wapens gebruikt in een frikandellentent. En dan, was het gewoon dingen. Maar het heeft voor de rest helemaal niks met John Wick te maken, man. En dat is voor mij echt lastig om daarheen te komen. Echt lastig. Het was slow pace. John Wick ken je ook, weet je wel, inmiddels van deel 1. En die had wat sterkere verhaal. Ze puppy dood, revenge, dit en dat. En dan bij de tweede pakt het door, omdat hij zich toch weer in het wereldje heeft gemengd. Dus ja, en hier kijk je gewoon naar iemand die heeft wat gestolen. En ik geef gelijk een hele serie weg. Iemand heeft wat gestolen en de hele clan zit erachteraan. En dan word je een, hoe noem je dat? Een person non grata of zoiets. Dan sta je op de hitlijst en dan gaat de hele wereld achter je aan. En ja... Zoveel actiescènes waren er ook niet, wat ik had verwacht. Want ik zei, ja, dit wordt volgens mij gewoon 3 afleveringen vol knallen. Maar dat viel me allemaal wel tegen. Dus, maar ja, je zei het vet. Ja, want ja, weet je wat het is? Ik denk ook van hoe je erin gaat of zo. Want jij zegt nu 3 afleveringen knallen. Ik had dat helemaal niet verwacht eigenlijk. Waarom zouden gaan knallen? Het is, gaat over, het zou, ik had verwacht, gaat over een hotel of zo, weet ik het wat. Maar ja, ik zei knallen omdat... Ja. Het is John Wick. En John Wick kijk je in principe bijna niet meer voor het verhaal. Want het wordt heel wel wat... voor de brute moorden. Ja, precies. En dit zijn sowieso allemaal personen die je niet kent. Ja. Dus dan denk je bij mezelf, ja, om te scoren zou je gewoon... vol actie moeten inzetten, weet je wel. Maar ik had ook niet verwacht dat er een soort van... dat er John Wick terug zou komen of zo. Nee, John Wick niet. Nee, daarom. Nee, dus maar gewoon die actie en zo, dat mag wel... In plaats van 1,5 uur. Er zat wel actie op het einde een beetje. Er gebeurde te traag was. Maar mag ik zeggen, die achtervolging toch? Was een beetje actie, ook een beetje... ja. Maar ja... Maar we hebben 1 episode gezien, laten we dat zeggen. Hè? We hebben 1 episode gezien. Misschien komt er nog wel wat. Misschien moet ik ook ik heb nog niet eens ik heb gewoon 20 minuten gekeken, maar... Ja, in het begin was wel wat dingen, dacht van... Oké, hier ga ik wel voor zitten. Ik heb ook bij John Wick gezegd... Het is actie op actie op actie op actie. Het blijft gewoon 1,5 tot 2 uur doorgaan. Wat op een gegeven moment gaat vervelen. Ja. Ik vind dat niet leuk. Dus deze serie vond ik wel wat leuker dan... Ja, natuurlijk. Ik heb nog niet helemaal gekeken. John Wick 1, die was echt gewoon... Die vond ik echt goed. Want daar was niet actie, actie, actie. Er wordt in het begin wat uitgelegd. Ja. In het midden dan switcht hij in één keer om. En dan begint hij pas. Ja. Maar dat is ook gewoon mooi, hoe die Russische maffia die bij die zoon pak, weet je wel, van dat is John Wick. Dat is de persoon die je stuurt om de boogeyman te killen, weet je wel. En dan begint pas van, wat bedoelt hij daarmee? Oh, wacht, ik zie het al. Ja. Weet je, maar dit was wel wat rustiger en ja, ik vind dat persoonlijk vind ik dat gewoon veel leuker. Ja, want The Continental is een serie uit de John Wick franchise. En het speelt zich voornamelijk af in The Continental. En daar heeft iemand iets gestolen en... staat hij op de hitlijst en dan proberen ze die man te vinden. Ze laten niet zien wat hij heeft gestolen, wel? Ja, wat was het? Zo'n coin pass of zo? Ja, klopt. Ja, die coins wat ze maken. Ja, die van coins. John Wick, die betaling niet kunnen doen. Nee, zoals ik zeg, voor mij was het echt moeilijk. Maar over John Wick franchise gesproken, dit is de eerste in de John Wick franchise. Na John Wick zelf uiteraard, de eerste spin-off. Ja, klopt. Hierna volgt de ballerina, die is ook aangekondigd. Maar die staat waarschijnlijk on hold vanwege de stakingen. Over stakingen gesproken? Nou, ik ga niet. Nu ben ik in een snelvaart, jongen. Echt. Stakingen, ze zijn er bijna over uit met de schrijvers, jongens. Na 5 maanden. Ja. Okay, dat nieuws kwam vandaag naar buiten. Ja. Maar oké, zijn nog niet rond. Ja. Maar wat ik zei is, de ballerina is on hold waarschijnlijk vanwege de stakingen. En John Wick 4 kwam uit, inderdaad. En daarna was ook John Wick 5 aangekondigd. En ik las dus recent ook dat Keanu Reeves zelf heel gevraagd of ze John Wick konden killen in de 4e serie, omdat hij gewoon uitgeput is. En jij zei van, hè, uit actie op actie. Die man dus heeft die ook een leven. Hij is 59 jaar oud. Hè? Hij is 59 jaar oud. En je gebruikt hem gewoon als een 20-jarige knaapie. Hij moet gewoon lekker bij Parijs van 600 traders naar beneden rollen. Heerlijk. Op 59-jarige leeftijd. Nee, maar hij heeft gezegd dus, ik ben moe. Ik weet niet of ik het nog een keer kan doen. Maar tegelijkertijd wordt gewoon deel 5 aangekondigd. Maar, omdat de box-office zo lekker scoorde. Ja, maar heb je wel eens die filmpjes gezien hoe hij zich voorbereidt voor die film? Ja, hij die schiettrainingen van hem. Ja, maar hij leemt ook lessen en zo in karate en kung fu. Dat is wel echt netjes hoor, dat je dat gewoon... Ja. Maar misschien een leuke... Ik krijg mij een check van 10 miljoen. Ja, dat doe ik ook al. Let eens op. Maar waarschijnlijk misschien komt er een verhaallijn van een verloren zoon. En dat is de nieuwe... Sisu. Sisu. Ze vindt zijn verloren zoon. My father was John Wick. Maar, en ik moest... Tijdens Continental moest ik lachen, man. Die twins. Ja, die heb je waarschijnlijk nog niet gezien. Nee. Niet zo ver. Heb je de twins gezien? Twins? Deze gasten. Kijk, zie je in de edit waarschijnlijk, maar hier zie je hem ook. Die in een lift staan. Ja. Hoe heet het ook? Hans en... Nee, maar... Kijk die plaatje die ik ernaast heb. Hè. Die gasten lijken op Lord Farquaad van Shrek, juist. Zou dat een troll zijn geweest? 100%. Ik moest hem gelijk even op pauze... Ja, sowieso zat ik er niet lekker in. Maar ik moest hem sowieso even gelijk op pauze zetten om te kijken. Joh. Die gasten lijken echt fucking veel op. Nee, maar ja, de Continental, dat is voor mij echt een serie. Is er nog iets bijgebleven dan, een scène? Iets positiefs. Wat ik wel vet vond, is hoe ze die kluis in het begin optrekken. Hoe ze dat hebben uitgeregeld met vuurwerk en met die trein. Ja, met 10, 9, 8, dan 0 en dan dat die kluis... Ja, dat die kluis optrekt. Ja. Door het vuurwerk hoor je het... Maar dat was voor mij wel het van... Maar dat is wat ik zeg, hè. Ik zei van... Oh ja, dit is nice. Ik ga er even voor zitten. En daarna begon daar gelijk weer bergafwaarts, jongen. Ja, oké. Ja, ik had ook zo'n... ik weet niet. Misschien kunnen jullie me daar helpen herinneren. Want ik had een scène gezien... waarbij de camera zo... Winston... Heet hij volgens mij de hoofdrolspeler-achtig iets? Die zijn broer zoekt. Winston of zo? Oh ja, wacht. Nee. Toch was het? Ja, Winston Scott. Ja. Collingwood. Die was dan intiem geweest. Die had seks gehad met... in het begin is een beetje met iemand. En dan merkt hij op dat er iemand is of zo in de kamer. Of iemand is geweest. Dat hij dan in de deuropening staat. En dan kijkt hij naar links. En dan gaat de camera helemaal naar links. Ja. Kijkt hij naar rechts, gaat de camera zo helemaal weer naar rechts. En dan komt hij terug. En dan staat er iemand achter hem. Dat is wel een ding... Is dat iets... Ik heb dat eerder ergens gezien, maar ik kan me dat niet echt herinneren. Ja, maar dat is wel een ding. Er zit wel effort in. Ja. Dat moet ik ze wel geven. Want er is echt een hele wereld gebouwd. Hè? Er was ook staking of zoiets met vuilnisruimers en zo. De hele straat was met afval en zo. Dus de set decor enzovoort was nice. Ja. Maar ook gewoon gelijk de openingsscène. Hè? Dan komt hij binnen. De camera staat dan rechts. En dan schuift hij zo naar links. En dan terwijl hij de trap oploopt, loopt hij zo mee. Die camera gaat hij wat omhoog. En dan draait hij zo weer mee. Dat die camera dingen... Dus er zit wel werk in. Het is niet zo'n standaard serie van Netflix. Weet je wel, van alles van op de schouder en dingen. Maar er is gewoon echt wel wat effort ingestoken. Hij kan niet tippen aan de look en feel van John Wick. Want John Wick had echt heel mooie kleurenpalet ook. Hè? Dat was met dat oranje en dat paarse. Ja, die laatste, klopt. Ja, en dan bij één hadden ze volgens mij groen en blauw of zoiets. En bij die andere hadden ze iets met paars en nog wat weer. Dus die kleurenpalet, die kwam dan bijvoorbeeld de hele tijd over de dingen. Er waren ze bijvoorbeeld vechten in die Osaka, Tokio. Ja, klopt. Continental Osaka was volgens mij. En dan tijdens de scènes zie je gewoon de hele tijd roltrap af. Zo'n heel oranje flair. Roltrap op, helemaal rood. De 1-op-1 vechtscènes van John Wick. Dat ze bijvoorbeeld in zo'n hele ruimte zitten. Daar dan bijvoorbeeld, zie je niet de kleuren, maar dan is, wat ik dan bedoel is, de set is heel mooi aangekleed met al die spiegels of glas of zo. Ik weet even niet meer wat het was. Dus daarin scoort hij niet zo goed als John Wick. Maar er zit zeker wel effort hier in de serie. Nog meer dan de meeste series. Maar het zijn ook maar 3 afleveringen. Nee, precies. Ja. Jongens, hebben jullie nog wat anders wat jullie kwijt willen over John Wick? De Continental. Nee, de Continental bedoel ik, sorry. Continental, ja, ik heb er nog niet zo over gekeken, dus... Nee, verder heb ik eigenlijk niet echt veel over te melden. Ja, misschien omdat alleen episode 1 is, hè, weet je wel. Misschien daarom... nee, ik ben blij dat het alleen maar 1 episode was. Nee, ik hoop dat hij wel wat actiever, meer action of zo wordt. En ja, dat hoop ik dan maar. Ja. Tot nu toe, it's okay. It's okay. Ja. Ja, heb je een rating voor mij? Ja, voordeel van de twijfel, 3. 3 sterren, denk ik. Ja, dat is mijn, ja. Heb je iets van rating? Of wel conclusie? Conclusie, ja. Ja, zoals ik al net zei, ja, ik volgens mij ligt eraan hoe je erin gaat, heb ik het idee. En ik vond het tot nu toe wel oké. Ja, als je gewoon een cijfer moet geven, niet per se je eigen feelings erin gemixt. Precies, en ik hoop dat het 3 en ik hoop misschien dat het een 4,5 wordt. Ja, maar ik heb wel, sorry, voordat ik naar Hakan ga, ik heb hier de cijfers van IMDb, 7,7. Oh. Tomatometer scoort hij 50%. Echt? En de audience 80%. En op Letterboxd scoort hij 3,4. Deze had toevallig wel een Letterboxd, dus ik heb de Letterboxd en die is 3,4. Hakan? Ik, voor die 20 minuten dat ik hem heb gezien, vond ik het nog wel... Ja, maar die intro is goed. Ja, die intro is goed. Dus ik wil hem eigenlijk een 4 geven. Gewoon puur voor die intro. Maar ik kan je volgende week kan ik je echt een cijfer geven. Maar voor die intro, echt, tot nu toe geef ik het een 4. Oké. Nee, ja. Niet zo goed als de film. Heel slow pace. Maar ik kon hem ook misschien halveren. In plaats van 1,5 uur, 45 minuten. Maar dan gewoon het tempo wat hoger. Of misschien gaat het nog komen. Dus ik ben heel zorgvuldig, zeg ik een 3. Misschien gaat het nog komen. Maar er is zeker ook wel moeite in gestoken. Misschien niet zoveel als de film. Maar een 3 sterren. Dus jij zei 3. 3, ja. Ik zei 3. Jij zei 4. Ja. Komt uit op 3,666. Laten we gewoon 3,5 zeggen. 3,5 geven. 3,5. Ja. We hebben jou zo net ook al gematst, hè? Gemat worden vandaag. Maar we gaan naar de laatste film van Hakan. Maar voordat we naar de laatste film van Hakan gaan, gaan we eerst naar de snacks. Jongens, het is weer tijd voor de snack van de week. We hebben altijd echt snoep gehad. Ja. Wanneer hebben jullie snoep? Volgens mij hebben we 1 keer chocola gehad, M&M's. Ja, dat kan. Wat hebben we nu? Ik heb vandaag Happy Trails. Happy Trails? Trails? Paradise Awaits, boys. Hey, dit zijn gewoon... Caramel Breeze. Laten we naar de camera zien dan. Cookie Island. Island Boy. Ik heb Cookie Island van de Island Boys. Nee, jongen. Dit is niet van de Island Boys, jongen. Nee, maar dit is... Crunchy Chocolate Balls. Lijkt een beetje op... Cookie and Cream. Hoi. Knal hem even open dan. Ja, ik doe deze even open. En dan, Mirza, neem even een paar balletjes van mij. Unlock your happy place. Dit ruikt als popcorn, man. Jezus, niet zoveel. Ja, wacht, jongen. Ja, jezus. Ze zijn rond. Dus ze rollen er gewoon heel snel uit. Dit is niet slecht. Nee, wat is het? Is dit gewoon koek wat erin zit? Of, wat? Ja, er zit koek in. Of, maar er zit dan chocolade overheen en dan karamelzeerzout afgewerkt. Cookie and cream. Dit is cookie and cream. Nou, dit is karamel. Dit smaakt ook als popcorn wat we toen hadden. Weet je waarom we dit aan doen denken? Maltesers. Ja, man. Ja, en toch? Witte chocola. Chocoladepepernoten. Ja, ja. Heel klein beetje lijkt het erop. Gaan we deze ook proberen? Maar, nu de vraag. Hoe kom je eraan? Ja, hoe kom je eraan? Nou, ik weet niet, heb ik dat al een keer eerder verteld? Ik heb ook zo'n surprise box besteld. Dus we worden de komende paar weken gewoon verrast. Nou, knal die ook even over dan. Ja. Ik ben benieuwd naar die dingen. Want dit is gewoon een beetje zoals die popcorn toen. Alleen een andere textuur, maar... Cookies en cream zou ook bijna hetzelfde smaken. Cookies en cream smaakt gewoon bijna naar dingen, man. Ja. Naar karamel. Crunchy chocolate balls. Nou, ik heb een paar balls van jou in mijn mond. Dit zijn donkere ballen. Dankjewel voor je balletjes. En ze smaken verdomd goed. Ja? Ik ben blij dat je ervan geniet. Dat heeft niemand nooit... Hij kan begint zo... Dat heeft niemand nooit tegen mij gezegd. Dit is wel lekker, man. Dus dat moet ik ook denken, eigenlijk. Is het een goede snack voor bij de film? Zonder het zakje wel. Zonder het zakje wel. Kijk dit. Dit is zo'n knapperig plastic, is het. Daarom krijg ik bij de paté altijd een doosje. ASMR. Zo doen ze dat toch? Jongens. Balls. Happy trails. Ja, dus... Sorry. En dan zo, toch? Delicious. Damn. Nee, maar dankjewel, Hakan. Mensen met fobie zijn helemaal aan het trippen. Ja. Waar komen deze dingen vandaan, überhaupt? Oh, hier. NL. Krokante graanballetjes. Oh. Oh. 100% natuurlijk. Dat is echt Nederlands. Free from palm oil. Happy trails. Gemaakt door Nederlands boer. Graanballen. Graan in overvloed in Nederland. Niet geschikt voor kleine kinderen. Oké. Okay. Maak je snoep, maar het is niet... Ja, het is ook niet echt. Ja, maar ik denk dat het gewoon niet... Nee, maar omdat het in een keel kan schieten. Ja, omdat het rond en is, wat palmolie gebruikt, jongens. Dat is niet goed, hè? Nee. Nee. Free from palm oil. Oh, free from. Oh, and sorry. 100% natural color and flavors. Yes. Ja, ik weet niet of dat echt een marketing is als je van die vieze kleurige ballen hebt en dat je dan nog gaat zeggen van we gebruiken geen kleurstoffen. Dan denk ik soms bij mezelf, had het dan wel gebruikt. It's time to unlock your happy place, don't you think? Rip open these bags of cringy chocolate balls and start nibbling. Lees even de hele ingrediënten. Als je nu toch bezig bent. Start nibbling, you'll soon find your happy place. En kut. Kut. Yes, boys. Ja. A Haunting in Venice. Ik wil iedere keer zeggen spooky. Murder in Venice, maar het is Haunting in Venice. A Haunting in Venice. Ja, vorige week hebben we top-flop gedaan. Top-flop. Ja. Ik zei top. Mirza zei top. Mm. Jij zei flop. Ik zei flop. Mirza, vond je het ook top? Oh, ik had verwacht dat je eerst aan mij zou vragen. Omdat ik, Nee, we beginnen gewoon daar. Ja, maar ik ben de enige die flop zegt. Laat mij nou beginnen. Nee, het is niet omdat jij. Ik dacht top, maar... ja, ik weet niet. Als ik er een woord zou voor moeten verzinnen, misschien... Moi of zo? Of van, ja, ik was er niet echt van... Van Dalen. Moi, er staat erin, ja. Moi. Als je twijfelt over iets, dan zeg je moi. Moi. En dan pronouns, moi. Ja. Pronouns, dat staat er noon of zo, staat dat ook? Ja, noon. Ja. Maar toen we uit de film zeiden, zei je van... Ik vind allebei de films zo leuk. Ook over Vuurlinie en ook over deze films. Dat, voor zover ik me kan herinneren. Ja. Gewoon, ja, misschien dus een beetje eerst, achteraf dat je dacht een beetje van, toch maar niet. Ja, als ik gewoon beter over nadenk. Ja. Hoe moet ik het zeggen? Ja, we gaan straks de film uitleggen waar het over ging, precies. Maar ik vond sommige dingen een beetje obvious of zo. Of ik hou persoonlijk zelf van murder mysteries en dat soort dingen. Weet je, is wel leuk. Een soort van, hoe heet dat? Cluedo-achtig iets. Het Cluedo-achtig iets, dat vind ik wel leuk. Maar het was zo een beetje cheesy of ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Orhun, jij? Jij zei flop. Ik zei flop, ja. Ik zei flop omdat ik... Nee, jij zat ook echt in de film van die heeft ermee te maken. Ja, maar ja, ondanks dat. Het is niet heel verkeerd. Ik zou er eigenlijk een soort van tussen willen hangen. Maar ik denk misschien meer naar flop. Hij heeft zeker goed gescoord. Dat wel. Maar als je komt van Knives Out. Knives Out is gewoon echt wel een soort van leerschool... voor hoe je een murder mystery moet maken... in dit geval was alles too obvious. Spoiler alert. Want volgens mij als we die film gaan bespreken... dan geven we gelijk al best wel veel weg gelijk. Ja, man, klopt. Want alles is too in your face. Het begon met dat ze op dakterras zei van... I don't eat apples before lunch of zo. Dat zei ze toch? Dus, I only eat apples before lunch. Dus dat vond ik al... Dat was gewoon bijgebleven of zo. En toen later zag ik het briefje en dan stond... Als je gaat husselen met de woorden, staat er appel. Ja, en dan die appel waar ze in happen. En toen stoot ik jou ook al aan, hè. Ik zei, let op, appel, weet je wel? Ja, maar dan weet je het al. Bijen, heel veel bijen, honing, bijen, honing. Ja, en dan weet je het ook al, weet je wel, dat gaat dingen zijn. En wat bij Knives Out goed was, is het misleiden. Kijk, sowieso een hele regisseur, die heeft eigenlijk... Die heeft alle touwtjes in handen. Dus hij kan gewoon zeggen tegen jou van... dit is de moordenaar. En dan komt een Deus Ex Machina. Dat is dan eigenlijk een soort van wonder van dingen die in één keer een heleboel omdraait. Ja. En dan dat was de moordenaar niet. Deze man die hier in één keer is opgedoken is de moordenaar. Ja. Je had het kunnen weten. Ja. Dus hij heeft altijd een soort van een macht. Maar hier was alles toe in your face. Kijk, en bij Knives Out had je bijvoorbeeld een bal. Die bal die ging heel de tijd van hand naar hand. Ja. Bal wordt uit het raam gegooid, maar bal duikt in één keer op. Dus Jan gaat dan focussen op de bal. Maar die bal was eigenlijk gewoon een hele verkeerde foreshadowing. Die bal had helemaal niks mee te maken. Ja, hier hadden ze dus eigenlijk ook, wat jij net zei, dat Deus Machina. Hadden ze ook, maar ik vond het wel heel slecht uitgevoerd. Nee, dat hadden ze niet. Jawel, want ze gaven eerst die andere, die schrijfster. Hij kwam eerst aan, maar dat is geen maar dat is niet Deus Machina. Hij komt er later wel achter wat er allemaal gebeurt. Dat is niet hetzelfde situatie. Het is wel verrassend, ja, klopt. Maar meestal is het ook gewoon bij murder mysteries dat je... de least obvious, die heeft er meestal mee te maken. In het begin vond ik dingen verdacht, die beveiliger. Want die was gelijk alweer safe. Ja. En die schrijfster vond ik dingen, want die was ook alweer safe. Bij die vrouw vond ik het een beetje onlogisch, want het is de dochter. Dat had ik. Dus, maar uiteindelijk, wat ik dan wel had, die twee, die hadden wel een soort van samenwerking. Die waren van FBI of CIA of zoiets. Dus is dat wel iets van mijn theorie wat klopte. Het was wel iets wat klopte, maar je zat er niet. Je had niet jullie allebei ook denken, mijn enige woord die ik gebruikte net, hersenkraker, die komt weer naar boven, hè? Nee, maar dus, en bij Haunting in Venice was het eigenlijk in het begin al obvious. Je zit een bloedspotje op de schoen. Ja. En daar heeft de regisseur al eigenlijk verteld aan jou wie dit moordenaar is. En dan ga jij de hele film dan gewoon zoeken naar degene die het meeste schreeuwt. Dan denk je van, hij is het. Maar hij is het helemaal niet, jongen. Je had het kunnen weten in het begin. Maar is het niet bij murder mysteries dat je zoveel moet misleiden? Ja. Heel veel misleiden, Toch, dat is het eigenlijk. Ja, maar dit was allemaal too obvious. Juist, dat het wel leuk maakt. Ik had ook al bijvoorbeeld, ik tikte Hakan aan. Toen die gast in zijn eentje in de slaapkamer ging slapen. Ja, hij zei, die gaat dood. Ik zei het al. En dan later is hij ook dood. Ja, zoals ik zeg, sommige dingen waren too obvious voor deze. Maar ik vind het echt wel sowieso leuk, hoor. Hersenkraken, films vind ik altijd leuk. Ja. Ik ben echt aan het meeleven en kijken en doen. En dan, hij gelooft niet in geesten, maar hoe gebeurt het? Dat vond ik wel leuk, man. Hoe al die geesten en zo uiteindelijk soort van gefaked worden. Maar dat het uiteindelijk helemaal geen geest is. En dat... die detective nog achter zijn woorden staat, dat hij er niet in gelooft. En dat allemaal fake blijkt. Klopt. Zelfs op het punt dat hij zelf ook op een gegeven moment dingen begon te zien. Ja, maar dat is dan weer creatief soort van. En uiteindelijk, de honing waar ik over zat, had wel een belangrijke ding. Want die honing was zo too in your face. Dan wist je eigenlijk al van... Hoe noemde die honing? Dilleballen. Dilleballen, dat komt uit Turkije. Ja, dus, er zit een balstof in waar je van gaat spacen. Ja, hallucineren. Ja, nee, maar het was gewoon de honing was too in your face dat je uiteindelijk wist dat er iets mee te maken hebt. Maar hoe die honing dan weer heeft gebruikt om een verhaal te vormen, dat was wel nice. Dat moet ik hem wel geven. Nou, ik zei zelf top. Top. Is het ook top geworden uiteindelijk? Ik vond hem wel. Ik vond hem echt een goede film. Hij bleef spannend. Je bleef constant in het verhaal. Je wilt zelf ben je aan het meedenken. Want ik ben ook wel zo'n persoon die van raadsels en dat puzzelen houdt, weet je wel. Dus ik was constant bezig. Zal die het kunnen zijn? Zal die het kunnen zijn? Nou, die is het sowieso niet, weet je. Of allemaal dat soort dingen. Dus ik zat wel echt diep in het verhaal. En ik vond het ook wel echt leuk. Ja. Je had het net over Knives Out. Is dat dan nu voor murder mystery... genre dan de maatstaaf, zeg maar? Nee, zeker niet. Maar of is dat het beste die je ooit hebt gezien? Ja, Murder on the Orient Express is bijvoorbeeld ook nice. Okay, maar dit is wel... Hij heeft van recente murder mysteries heeft dit wel echt nice gedaan. Laat ik het zo zeggen. Ja. Maar nog moet je altijd zelf bepalen wat je schrijft. Hè? Ik zeg niet tegen diegene van... je moet zo schrijven, hij moet lijken op dit. Ja. Maar in dit geval was het allemaal too obvious. Klopt, mee eens. Ja. En bij die andere was het ook nice van... je had het kunnen weten, maar... dat je achteraf denkt van, oh shit man, wat ben ik dom geweest. Maar dit was ook gewoon leuk, hè? Ja, klopt. Ik vond het wel een leuk film. Jij zei net Murder on the Orient Express. Wat zei je? Murder on the Orient Express. Dat is de detective in die film. Is dezelfde detective. Is ook Hercule Poirot. En deze, A Haunting in Venice, dat is de derde grote film. Je hebt ook nog, even kijken, wat was het? Dead on the Nile. Dat is ook een film van dezelfde detective. Nou, ik dacht van, is dit een reeks? Nou, het is een film wat gewoon echt over... Een Batman. Ja, een soort van een Batman. Ik wist dat niet, hè? Ja. Constant. Ik heb Murder on the Express heb ik wel gezien. Ja. 76 en de 2013 versie. Ja. Maar ik wist die link niet. Maar dat weet ik dan nu. Dan voeg ik hem ook aan mijn lijstje toe van Dracula, Batman en... Poirot. Maar blijkbaar... zijn er ook series van. Oh, ja, serieus? Uit 1970, 1980. Oh. Er zijn gewoon series. Er zijn 70 afleveringen. 70? 70 afleveringen. Ik zie een VHS review aan. Nee, alsjeblieft niet. Oi. Maar hebben ze hier geen oudere vers van? Oudere wat? Oudere versie van. Van Haunting in Venice. Ik denk dat het gewoon... je kan, of ja, zal dit echt compleet nieuw nieuw zijn? Ik denk dat ik misschien ook een film kan schrijven. En ik noem hem Haunting in weet ik veel, Achterhoek. En, Haunting in de Achterhoek. Ja, maar dan dat hij dan de dingen doet. En dan wat zijn zijn kenmerken, weet je wel, die verwerk ik. Hij gelooft niet in geesten. Iedereen is fan van hem. Hij heeft een boek op... Die verwerk ik dan in het verhaal. Ja. En dan denk ik dat ik ook gewoon zo'n verhaal... Want het heet Haunting in Venice, omdat het zich alleen in Venice afspeelt. Verder toch niks. En die andere heet Murder on Orient Express. Dat is een Murder on Orient Express. En dan gaan ze op zoek naar de dode, de moordenaar. Maar je hebt toch ook Murder on the Orient Express... heb je toch ook een oude film van? Of zeg ik dat nou verkeerd? Uit 1976. Ja. In Istanbul speelt hij toevallig af. Dat weet ik ook nog. En de trein in Istanbul. Of ja, althans gaan naar Istanbul of komen van Istanbul. Zoiets. Ja. En die 2013 versie, weet ik even niet meer waar dat was. Ik weet ook niet zeker of het 76 en 2013 was. Maar ergens in de jaren 70 en recent... maar dat is niet eigenlijk dezelfde film met een modern jasje. Kun je het zeggen? Een reboot of zo? Nee, het is wel een ander verhaal. Want die ene speelt ergens anders af en die andere speelt ergens anders af. Maar het is allebei een murder mystery. In dezelfde setting, allebei in Orient Express. Wat hadden jullie voor de film verwacht? Ben je niet ergens aan Orient Express? Maar we hebben de documentaire of zoiets ergens liggen hier. Ik kan me wel herinneren dat ik die film ooit heb gezien. Nee, die hebben we niet. Nee. Maar wat vroeg je net, Hakan? Hakan, wat vroeg je nou? Wat vroeg je nou net? Wat ik net vroeg. Oh, ja. Cijferconclusie. Nee, wat had je vooraf de film verwacht? Oh, vooraf? Ja, voordat je naar binnen ging. Wat dacht je dat je ging zien? Eigenlijk een beetje leeg of zo. Ja, niks, top. Ja, weet ik het. Maar ja, top verwacht. Ja, ik had... Ja, top. Ja, maar zoals ik al eens zei, ik vond het een beetje cheesy uiteindelijk. Maar wat ik verwacht had, eigenlijk niet zoveel, Gewoon die standaard murder... Ik vraag niet wat je ervan vindt. Ik vraag wat je ervan verwacht. Jezus. Nee. Gewoon murder. Ja, wat vond jij ervan? Wat ik ervan vond? We hebben het heel tijd wat wij zeggen, maar wat vond jij ervan? Ja, ik heb jouw mening nog niet gehoord. Ja, vorige week heb ik dus eerst de trailer gekregen voor de top flop. En dan moet je wel even de trailer kijken. Maar voordat ik überhaupt de trailer had gekeken... Ik had verwacht dat het echt over geesten en zo ging. Ging het toch ook? Ja, maar uiteindelijk niet. Het was Halloween. Ja. Maar dat had ik dus verwacht. Maar eigenlijk was het gewoon een hele detective film. Ja. Nee, het ging wel over dingen dan. De titel klapt het ook al. A Haunting in. Ja. De trailer klapt ook al best wel veel. Hoor. Dat hij op zoek gaat naar de moordenaar. Ja, dat wel. Maar, wat vond je van de moord eigenlijk? Van de moord? Ja, zo'n dikke hand er doorheen in zo. Van die standbeeld. Met die waarzegters. Ja, met die dingen. Met die... Ja, waarzegters was het. Ja, waarzegters. En die dokter. Goed, dit is Reynolds. Dat was Reynolds. Michel Yeoh. Ik vond dat wel... die kwam wel perfect terecht. Ja. Goed gespiest. Oh. Daar had je het eigenlijk kunnen weten, hè? Hoe bedoel je? Hoe wist diegene dat ze precies op de hand zou vallen? Hersenkraken, jongens. Ja. Mijn hersenen werken niet 100% vandaag. Helaas. Oké. Conclusierating. Ik heb wel genoten van de film, hoor. Ik vind altijd murder mysteries vind ik altijd goed. Misschien niet de beste murder mystery die ik ooit heb gekeken, maar ik heb hem wel gewoon 3,5 sterren gegeven. Oké. Netjes. Dat is een goede conclusie, hè? Kort. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, ik... even kijken. Ja, wat gaan we voor IMDb dan? 6,8. En we hebben Tomatometer 76%. Audience geeft 77%. Letterboxd 3,1? Ja. Dat is een beetje niet echt... Maar ja, weet je, ik vond wat ik... maar Letterboxd is wel audience ook weer. Gewoon. Oh, is audience. Oh ja. Klopt. Ja, maar dan zou die wel op 60% ongeveer zitten. Ja. Ander publiek dan Rotten Tomatoes. Ja. Nee, heel veel dingen waren obvious. En mijn conclusie is 3 eigenlijk. Ik vind het nog wel oké. Maar kan jij dan? 3? Ja. Nee, ik vond het een leuke film. Je bleef gewoon in het verhaal zitten. En meedenken, meepuzzelen vind ik altijd wel leuk. Weet je. Dus ik vond de film wel echt leuk. Ik geef het ook een 3. Oké. Ja. Raden we ook aan om mensen naar de film te gaan, jongens? Ja, als je van Murder Mystery film houdt, ga. Maar kijk er wel uit, want binnenkort komt The Creator uit. Ik weet niet of die nog in IMAX gaat draaien. Ja. Maar het is wel kwaad om naar de bios te gaan. Nu het nog kan, ga IMAX. Want over x aantal dagen komt een nieuwe film uit. En dan, ik weet niet of die dan nog in IMAX draait. Okay, IMAX is toch wel wat lekkerder. Dat is wel zo. Maar 3,5... Zeggen we 3? Ja. We zeggen Murder Mystery 3 geven we 3 sterren. 3 sterren. Jongens, en daarmee zijn we aan het einde gekomen. We gaan nu over naar top of flop. Want volgende week hebben we weer 3 nieuwe films die we gaan bespreken. Yes. Of althans 1 serie en 2 films. Ik wil van jullie horen enkel top of flop. En dan mogen jullie later uitleggen waarom. Lupin seizoen 3. Hakan, top of flop? Top. Mirza? Top. Ik zeg ook top. The Creator. Top. Flop. Ik zeg top. Ja, ik zeg ook eigenlijk top, maar anders hebben we heel veel. Oh ja. Laat dat maar aan mij over. Zeg je echt de mening? Dan... Oké, top. Ja, top. Ja, okay. Ja, top. Ja. The Creator, flop. Hakan, The Expendables. Top. Flop. Flop. Ik ook. Ja. Nou, Lupin seizoen 3. We zeiden alle 3 top. Yes. Jongens, wat vinden jullie ervan? Wat verwachten jullie ervan, laat ik het zo zeggen? Voor mij persoonlijk een van de beste series op, Netflix. Ja. Dus ik verwacht eigenlijk... Ik vind gewoon echt een topserie. Ik verwacht ook echt een supergoed seizoen weer. Klopt. En die eerste 2 waren ook supergoed. Dus ik verwacht deze ook wel eigenlijk. Ja. Ja. En het fijne van Lupin is dat je niet per se een verhaallijn hoeft te volgen. Je kan elke keer een bad guy er tegenaan gooien. Juist. Net als John Wick. Ja, gewoon dezelfde dingen, alleen dan dingen. Jij zei ook top. Ja, ik zei ook top. Je sluit aan bij Mirza. Ja. Oké. De Creator, Mirza, jij zei top. Hakan, jullie zeiden top. De Creator, ja. Of nee? Ja, jij past er later aan. Top. Ja, top. De Creator, is het niet van de trailer, wat ik heb begrepen, met AI? Ja. Is het de eerste film waar AI... echt als... Nee. Achter ons draait ook een film met AI. Hè? Ja, oké. Nee, maar ik zag de trailer. Ik heb best wel grote verwachtingen hier van deze film. Mm-hmm. Ja. Het hype me gewoon op. Ik zei flop. Dat wil ik niet echt zeggen. Ja, nu moet je reden bedenken waarom het... weet je wat ook is? Er is zoveel geld tegen marketing aangegooid. Ja. Soms... is het gewoon om een slechte film te schuilen of zoiets. Om toch maar even te pompen. Ja. Daarom denk ik flop. Ja. Ik weet het eigenlijk ook niet. Ik wilde gewoon top zeggen. Nee, maar, maar bij The Creator is het wel zo. Misschien verhaal gewoon shit. Maar hoe ze die film in elkaar hebben gestoken... dat denk ik van gewoon de wereld die ze hebben gecreëerd... dat gaat hem echt top maken, denk ik. Okay. En tenslotte Expendables 4. Hakan, jij zei top. Top. Jij zei flop. Ik zei ook flop. En ik denk dat wij allebei hetzelfde denken. Ja, uitmelken, maar ook laatste film van Sylvester Stallone. Ja. Maar we verwelkomen wel 50 Cent. Ja. Maar willen we hem in films zien? Hij kan beter bij muziek blijven. Nee, dat breekt ook zijn legacy af, soort van. Hè? Ja. Jij zei top? Ik zeg top. Nou, waarom? Allemaal favoriete acteurs spelen Sylvester Stallone, Jason Statham, weet je, het zijn gewoon... Ja, ik weet niet. Ik vind die gasten vind Dream ik echt Team. Het Dream Team, inderdaad. Ja. Nou, als ze sturen ze naar WK, dan... dan winnen ze. Nee, jongens, dat waren de films die we volgende week over 2 weken gaan bespreken. Voor nu zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Yes. We hebben besproken De Vuurlinie, de Continental en A Haunting in Venice. En ze hebben allemaal decent gescoord. We hebben nog geen onvoldoendes uitgekomen. Klopt. Klopt. Maar... ja, voor de luisteraars, mocht je hebben genoten van de aflevering... je kunt abonneren op de Video Corner op YouTube, op Spotify, Apple Podcast. Nu je dat toch bent, geef een like, laat een review achter, plaats een comment, zet een belletje aan... en deel de podcast met je vrienden. Ook zijn we te vinden op TikTok en Instagram, @TheVideoCorner. Op TikTok hebben we exclusief content, wat niet op andere platformen te zien zijn. Ook zijn we te vinden op Facebook, de Video Corner. Wat dan? Ja, nee. Onze grappige filmpjes staan alleen op TikTok. Ja, dat wist je? Ja, oké. Nee, maar dat weten de kijkers en luisteraars nu ook. Ja, dat weten ze ook. Dus mocht je ons volgen op Instagram, volg ons ook gewoon op TikTok. Ja, dat is wat ik zeg je. Volgende week zijn we terug met een VHS-review. Aanstaande vrijdag staat er weer een story online. Mogen jullie bepalen waar we naar gaan kijken. En dat is deze week Face Off, The Crow en... You've got mail. You've got mail. Dat is verdomme mijn film, jongens. Dat is de laatste keer dat hij erin zit. Dus stem daarop. Als hij niet wint, dan verwijderen mij het lijstje en dan pak ik gewoon weer een nieuwe film erbij. Dus dan gaat hij ook gewoon locked in een kluis en dan gaan jullie hem nooit meer zien. Mooi. Mooi. Nee, maar voor dat aanstaande vrijdag op onze Instagram stories. Jongens, jullie worden bedankt voor jullie aanwezigheid. Jij ook bedankt. Ik word bedankt voor mijn aanwezigheid. Luisteraars, wat bedankt voor het kijken / luisteren. Yes. We zien jullie volgende week tijdens een VHS review. En tot gauw. Joe. Hasta la vista, baby. Heb jij genoten van onze afleveringen en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl